moeten we ver het binnenland in? Ja, ik denk een kilometer of 20, 30 zo. Wat gaan we eigenlijk doen, Han? Nou, ik denk dat we eens eventjes naar Pierre van die Tekko toe gaan. Dat is achter Alpenga, de bergen. Hè. Nou, het zijn geen echte bergen, maar het is een verschrikkelijk mooi boerenlandschap. En willen we eens even kijken of we Italië ook nog wat meer kleur moeten geven. Als het niet nodig is, doen we dat niet natuurlijk. Want het heeft al veel kleur van zichzelf. Maar hier en daar een accentje. Nou, dat kon toch nog wel eens nodig zijn. Denk ik wel hoor. Heb je Italië wel eens eerder ingekleurd? Nooit. Nooit. Dat is ook nog nooit nodig, hè? Zo langzamerhand wel? Ja, de wereld begint steeds meer te veranderen. Wordt steeds saaier. Dus we hebben steeds meer kleur nodig, denk ik. Maar wat voor landschap zit je te denken? Beetje bergachtig glooiend. Beetje overzicht van boven. Die terrasvormigheid naar beneden. Ik weet het nog niet. Ik ben er ook lang niet geweest. Ik heb geen exact plan. Ik heb bijna nooit geen exact plan. Tot het moment dat ik ergens kom, en dan denk ik, daar leent het zich voor. Ken je het gebied waar we naartoe gaan? Ja hoor. Dat heb ik toch veel bezocht. Het hele achterland van dit toeristenland kan ik denk ik, ken ik denk ik nog beter als, als het toeristische strand hier zo. Die heel prachtige marmeren gebieden hierachter. Heel mooi. Nou, het is dat stuk Italië wat gewoon in een paar duizend jaar niet veranderd is. Dat vind ik een mooie. Wat is dit voor een plek aan? Ja, dit is vlakbij Badi Bernardino, de Col de Bernardino. Mijn vader zal hier wel langzaam maar zeker naar zee lopen. Ik heb ook gezien dat alle prachtige Maria stalletjes hier zo, dat die geen Maria meer hebben. Nou denk ik dat het prachtige poort Maria daar tevoorschijn komt. Met betoverende kleuren denk ik. Dat denk ik eigenlijk. Vind jij nou ook dat Maria daar nou eindelijk doet verschijnen? Ik vind het wel zo maximaal. Dat is wel een hele mooie poort. Ja, schitterend. Ga ik eens even kijken waar ze een plaatsje verdienen.